Okay. Maar Ik voel, dat we hadden het zijn. net over spontane verhalen die ontstaan. En toen zei je iets heel zinnigs. Ja, ik denk namelijk als je spontaan, als je een zin begint en je weet niet hoe je eindigt, dan betekent dat eigenlijk dat je je gedachten hebt uitgezet. Wat misschien ook een beetje juist indruist tegen het gedachtenlezen. Of niet? Maar, op dat moment praat je eigenlijk met je gevoel. Dus wat op dat moment naar boven komt in je gevoel, dat spreek je direct eigenlijk uit. Zonder dat je erover hoeft na te denken van is dat het juiste, is dat het goede. Het gevoel heeft eigenlijk het goede voor jou gekozen. Nice, want dat is echt wat we ook willen, is juist eigenlijk eerst gevoel Ja. lezen en dan gedachten lezen. Dus dat is wel inderdaad een proces wat begint en tot gedachten leidt. Absoluut.